Hoi, ik ben Merel van Studio Dotter en ik wil jou vandaag uitleggen wat het anti-lubberende boordenbeleid is. Dat is een soort stappenplan dat ik heb gemaakt voor mijn cursisten en dat wil ik graag met jou delen. Met het anti-lubberende boordenbeleid zorg je ervoor dat de boordjes die jij aan je kledingstukken zet er netjes uitzien. Want om heel eerlijk te zijn vind ik dat er niet zo duidelijk schreeuwt ik ben zelf gemaakt als een lubberende boord. Dus jij wilt graag dat jouw boordjes er netjes strak in zitten en niet naar buiten vallen of wapperen als ze aan het kledingstuk gemaakt zijn. Het geldt voor de hals, maar het geldt ook voor de armen. Dus er is een heel simpel stappenplan dat je kunt volgen en dan krijg je dus dit als resultaat. Dit is overigens de Leonora sweater uit de La Maison Victor. Ik heb hem een beetje verbouwd. Ik heb er een jurkje van gemaakt met een zak erop. De stof is de lila stof streep rood-roze. Dat lijkt me duidelijk. En die kun je ook vinden in mijn shop. Het is een hele fijne French Terry. Roze aan de binnenkant. En dat zorgt ervoor dat het echt goed kleur echt is. En het is een lekkere, warme, zachte stof. Fijn om te dragen. Terug naar de boorden. Wat je doet. Hè, je wilt dit graag bereiken. Dan zorg je ervoor dat je je patroondelen overtekent. Ik teken er meestal 1 centimeter naad aan. Wellicht doe jij dat ook. Anders knip je die centimeter eraan en geef je de patroonlijn aan op je stof. Met krijt of met een radierwieltje. Maakt niet zoveel uit voor dit beleid. En wat je dan niet doet, is het patroondeel van de boord overnemen. En dat doe je niet omdat de breedte van de boord eigenlijk totaal afhankelijk is van de stof die je gebruikt. Van de boordstof die je gebruikt. Kijk, je hebt verschillende kwaliteiten boordstoffen. Dit is bijvoorbeeld een boordstof. Ik trek eraan. Hij schiet gelijk terug. Hij vervormt ook een beetje. Zeker als ik het enkel doe. Zie je dat? Ik kan er heel hard aan trekken en hij gaat helemaal krullen. Zie je dat? Dit is een boordstof die je eigenlijk gewoon niet moet kopen. Die moet je links laten liggen. Hij is veel te slap. En deze zal gegarandeerd lubberen als je er het patroondeel op legt en dat eruit knipt dat bij het patroon zit. Waarom is dat zo? Omdat hier veel meer elasticiteit in zit, of eigenlijk is die slapper. En daardoor zal die naar buiten vallen of gaan wapperen. Als je bijvoorbeeld een boordstof hebt als deze, dit is een vrij dunne. Dit is de boordstof Baby Pink van Maya Pu, ook te vinden in de webshop. Dat is een vrij dunne, soepele boordstof. Moet je een ander percentage nemen dan bijvoorbeeld een wat stevigere boordstof, die iets elastischer is, zoals deze. Want het idee is, en wat ik je nu ga vertellen, staat ook bij het kopje boordstof onder stoffen op de website www.studiodotter.nl. Dus als je nu niet meeschrijft, kun je altijd nog even meelezen. Wat je moet doen is, je meet met een meetlint deze lijn op. Dus zowel voorpand als achterpand. En dat doe je door je meetlint er zo rechtop op te zetten. En ik meet hier, dus dit is de patroonlijn. Ik meet niet hier, want dit is je naad. Deze cirkel is immers groter en waar de boord aan komt te zitten. Dus ik meet daar en dat meet ik aan de achterkant ook. En dat doe ik keer 2. Dus dan heb ik de hele cirkel die ik nodig heb om een boordje aan te zetten. Daarvan neem ik een bepaald percentage. En hier komt dus de truc. Dat percentage is afhankelijk van welke boordstof je gebruikt. Kijk, als je nou deze boordstof toch hebt gekocht, of je hebt hem nog in je assortiment, dan neem je daar 75% van de omtrek die je nodig hebt. Dus die omtrek, laten we zeggen dat dat 30 is, daar neem je dan 75% van. 75%. Dat geldt ook voor de wat dunnere boordstoffen. Dan is het mooiste als het toch echt een beetje krapte aan zit. 75%. De iets dikkere boordstoffen, daar neem je 80% van. Dit is ook eigenlijk de standaard die gebruikt wordt bij het tekenen van patronen. Dus als jij in een La Maison Victor of in een Octobre zo'n patroondeeltje ziet staan, is dat meestal 80% van de omtrek. Dus van de omtrek van de hals of bijvoorbeeld bij de mouw.
Dus 80%. Maar wil jij bijvoorbeeld je kledingstuk afwerken met de stof zelf? Kan ook. Daar zit minder rek in dan in boordstof. Dan neem je daar 90% van voor. Dus 90% van de omtrek gebruik je als je boordstof gebruikt. Als je de stof zelf gebruikt. Geldt ook voor tricot, geldt voor French terries, etc. Waar rek in zit. Er zijn ook sweatstoffen in de omloop waar haast geen rek in zit. En dan trek je eraan en dat geeft niet heel erg veel mee. Daar moet je, dan neem je 95% of zelfs 100%. Anders kom je er gewoon niet in met je hoofd of met de armen. Dus jij hebt je omtrek gemeten, daar neem je een bepaald percentage van. En dat is dan de breedte van je boord. De hoogte van je boord, dat is afhankelijk van wat jij wil. Kijk, dit is bijvoorbeeld 1,5. Dus dat is wat je dan aan de buitenkant ziet, 1,5. Dus daar heb je nodig 1,5 keer 2, want je vouwt hem dubbel. Plus 2, want je hebt 2 keer naad nodig. Oftewel, 1,5 keer 2 is 3. Plus 2 is 5. Nooit rekenen op camera. Dus 5. Hier heb je 5 nodig. Persoonlijk vind ik 5 echt de max. Ik vind 1,5 vind ik hoog genoeg. Ik neem hem zelfs vaak wat lager. Omdat ik dat gewoon mooier vind. Maar dat is puur een kwestie van smaak. Die vouw je, of die naai je tot een cirkel. Je vouwt hem dubbel. En je strijkt hem goed. Echt, dit is heel belangrijk. Goed strijken. Dus je strijkt hem plat. Vervolgens leg je hem op de goede kant van je kledingstuk. En je naait hem eraan. En dan, en dat is iets wat je ook niet moet vergeten, is doorstikken. En doorstikken is het stiksel zetten. Je ziet hier zo vlak langs de rand. Zie je hem? Om ervoor te zorgen dat je boord goed naar binnen blijft. En dat hij niet naar buiten zal klappen. Na 1 keer wassen bijvoorbeeld. Dus dat doorstikken. Dat doe je op een paar millimeter vanaf de rand. En dat doe je met een wat langere steeklengte. Dus 3,5-4. Moet je een beetje uitproberen. Maar dat geeft wel het mooiste resultaat. Als je een kleine steeklengte neemt, ziet het er een beetje prutterig uit. Maar weer, dat is een kwestie van smaak. Maar goed, doorsteken is belangrijk. Want dat zorgt ervoor dat die boord er netjes in blijft zitten. Dat is zo'n beetje het anti-lubberende boordenbeleid. Als je hier vragen over hebt, dan hoor ik het graag. Dan kun je me een berichtje sturen via het contactformulier op www.studiodotter.nl of je doet het even via Facebook. Succes met je borden. Tot later.